Met Valkov is dit weekend een escape room te bewonderen. In het kader van 75 jaar vrijheid is een aantal studentenkamers nagemaakt uit de Tweede Wereldoorlog. Christian van Dijk is een van de spelleiders en hij vertelt wat de mensen zullen ervaren in deze escape room. Uh, nou, escape room is eigenlijk gewoon een spel wat 60 minuten duurt, waarbij je moet zien te ontsnappen. Uh, nou ja, dat verhaal is ingekleed uh, ja, met een waar gebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog uit 1943. Uh, Studentenverzet. Um, en eigenlijk als, uh, als deelnemer aan de escape room kruip je in de huid van, uh, van een student in de Tweede Wereldoorlog. De escape room is van de Radboud universiteit en die wil dit onderwerp graag onder de aandacht brengen. Uh, en dat is eigenlijk om uh, onder de aandacht te brengen voor het, wat voor dilemma's mensen in de Tweede Wereldoorlog voor stonden. En dan vooral uh, naar de escape room van de universiteit. Uh, dus vooral eigenlijk dilemma's waar studenten toe mee te maken kregen. En daar uh, ja, word je eigenlijk in de escape room mee geconfronteerd. Monique Vos was een van de bezoekers en was van tevoren erg benieuwd. Ja, ik hoop wel dat ik die tijd heb hè? in de escape room. Ik word altijd hartstikke nerveus van. Na een uur kwamen ze weer naar buiten. Monique was zeer te spreken over de escape room, al hadden ze het net niet gehaald. Oh, heel spannend. Ja. En je voelt je echt teruggaan in de tijd. Tot in details, alle kamers, heel mooi uitgevoerd. Ja, dat je het gevoel had dat je dan in die spannende tijd leefde. Ja, en dat je op tijd alles moest ontdekken. Oh man, het was, was haast niet te doen. Ik, ik had er moeite mee. We waren gelukkig een team, dus we redden het bijna.